Waarom zijn mannen soms een stuk slechter af dan vrouwen als het op kanker aankomt? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie mag ik deze appel geven? Kijk. Nou, het is een beetje dichterbij. Ik vind dat wat vertrouwder. Alsjeblieft. Dankjewel. Je hebt een goede levensverzekering? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Nee, prima, dan komt alles goed. U kan goed tegen bloed? Ja. Oké, komt alles nog beter. Ja, daar gaan we dan. Deze naald is een biopsienaald. Wat betekent dat? Die gebruik ik om een stukje weefsel weg te halen uit een kankergezwel. Het liefst het meest gemene deel. En dan weten we wat het is. En dan kunnen we de kanker behandelen. In die appel zit een hele rotte plek. Je zou het niet zeggen, maar middenin zit een hele rotte plek. En ik wil de meest gemene rotte plek wil ik treffen. Ik heb gelukkig 12 naalden bij me. Maar ik zal er maar één gebruiken. En ja, dat is toch wel een beetje moeilijk. Ik ga het mezelf toch wel een beetje nog wat meer uitdagender maken dan Wilhelm Tell. Ik doe een blinddoek aan. Dan moet ik even voelen waar die boog zit. Ik geloof dat ik hem goed vast heb. Ja. Eens even kijken. Even voelen hoor. Gaat een beetje moeilijk als je niks ziet. Ja, daar komt hij. Oké. Zal ik maar? Of zegt u stop? Stop. Ja, dat zou ik ook doen. Dit is de zogenaamde blinde biopsie. En u kunt zich voorstellen dat zonder blinddoek dat veel beter gaat. Ja, en ik nog liever geef ik die appel maar aan mij. Doe ik dat zo meteen hier op het tafeltje waar ik hem echt goed kan zien. Wat wil ik hiermee zeggen? Als je MRI gebruikt of beeldvormende diagnostiek, ben je veel nauwkeuriger in het treffen van de kanker. Dat doe je niet blind, dacht u. Toch zijn er nog ziekten, tumoren, organen, waar zonder geavanceerde beeldvorming in geprikt wordt. En ik heb het nu over mannen. Waarom zijn mannen slechter af dan vrouwen? Dus tja, dat zou wel eens prostaatkanker kunnen zijn. Daar wil ik het met u over hebben. Diagnostiek van prostaatkanker en blinde biopsie. Laten we deze maar op de grond gooien, want ik ben tenslotte een radioloog. Dus ik zie waar alles zit. Even een probleemstelling. Wie krijgen er meer kanker? Krijgen vrouwen meer borstkanker? Of krijgen mannen meer prostaatkanker? Wie zegt dat vrouwen meer kanker krijgen? Wie zegt dat mannen meer kanker krijgen? Kijk, u heeft van tevoren heel goed uw literatuur nagezocht. 1 op de 6 mannen, heren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 van u. En helaas vallen wij met grijze haren iets meer in de risicocategorie. Krijgt in zijn leven prostaatkanker gediagnosticeerd. Ja, als u borstkankeronderzoek wil laten doen, heeft u uw mammogram, uw borstfoto. Maar heeft u uw mammogram? Nee. Toch redelijk blinde biopsie. Met 12 naalden. Zullen we die maar eens opzij leggen? Ik zal u eerst laten zien waar de prostaat zit. Waar praten we over? We praten over een walnootgroot orgaan. Hier. Dat zit onder de blaas. Dat is deze structuur. En voor de endeldarm. Dat is deze structuur. Dus de prostaat zit mooi tussen blaas en endeldarm. Deze structuur herkent u natuurlijk allemaal. Dat is de penis en de teelbal. Dit hangt aan de buitenkant. En dit herkent u niet. Dat zit aan de binnenkant. Dan kan de uroloog met zijn vinger naar binnen gaan. Die kan eens voelen. Maar die voelt natuurlijk alleen aan de achterkant.
en niet in de voorkant. Hij kijkt met zijn echoapparaat en ziet alleen de achterkant van de prostaat goed en niet de voorkant. Dit orgaan is ongeveer walnoot groot, maar er zijn mannen die komen aardig in de richting van deze appel of nog groter. Hoe ontdekken we prostaatkanker? U heeft allemaal wel eens gehoord van de PSA, het stofje wat je in je bloed kan laten bepalen om te kijken of er activiteit is van de prostaat. PSA betekent ook wel prostate specific antigen, maar ik noem het liever prostaat specifieke angst. Want als uw PSA verhoogd is, wat doet u dan? Dan gaat u naar de uroloog en die steekt zijn vinger naar binnen. En die zegt, dat is niet goed. En dan steekt die naalden naar binnen en dan zegt u, dat is niet goed. En uiteindelijk komt er dan iets uit. En daar wil ik het nu over hebben. Wat komt eruit? Wat zijn de beperkingen van de huidige diagnostiek? Waarom zijn wij op dit moment slechter af? En wat zouden we daar gezamenlijk aan kunnen veranderen? Ik wil graag een filmpje laten zien. Dit is Jan. Jan heeft een verhoogd PSA. En dat wil zeggen dat Jan ofwel een goedaardige prostaatvergroting heeft, ofwel prostaatontsteking, ofwel prostaatkanker. Hier ziet u de blaas en achter de blaas, dat bolletje, in het midden is de prostaat en die worst aan de achterkant is de endeldarm. En eerst gaat de vinger naar binnen en vervolgens gaan de naalden naar binnen. Dan gaan we ze 1, 2, 3, 4, 5, meestal een stuk of 10 tot 12. Het vervelende is die tumor, die kanker, die zit aan de voorkant. En ja, dan komen die naalden niet. Als je nu met MRI gericht prikt, dan kom je wel bij de voorkant. Het vervelende is, als er 10 mannen met verhoogd PSA zijn, hebben er maar 2 kanker. En één daarvan heeft een significante kanker en de andere insignificant. Wat bedoel ik met het laatste? Dat wil ik u laten zien. Naar aanleiding van die naald krijg je vervolgens celdiagnostiek. En u ziet diverse soorten celletjes. Een 6, een 7, een 8 en een 10. Nou, het is het omgekeerde met een rapportcijfer. Als je een 8 of een 10 hebt, dan vind je dat fijn. Maar als je een 8 of een 10 bij prostaatkanker hebt, is het helemaal niet fijn. Ik wil liever een 6 hebben of een 5. Die 6, daar ziet u een mooie buisje zitten, die paarsige structuren. Heel goed georganiseerd. Een klein beetje wat onrustige cellen. Dat is een hele milde vorm van prostaatkanker. Bij 7 ziet hij die buisjes al onregelmatiger worden. En die blauwe celletjes bij 8 en 10, dat is pure kanker. Goed, wat wil het nu zeggen? Een Gleason 6 is eigenlijk, hier ziet u het, een katje. Een katje, een kitten, een leuk beestje niet. Houdt u van poezen? Ja, leuk hè? Die kunnen wel krabben hè? Als je een beetje hard met ze speelt en ze hangen in de gordijnen, soms in je been. Maar ja, eigenlijk een beetje pijn doet dat, maar je gaat er niet aan dood hè? Nee, precies. Poezen zijn leuke beesten. Vinden mijn honden ook. Goed, dit is Gleason 6. Een luie kanker, een poesje. Het kan krabben, maar het is een poesje en het is een leuk poesje. Goed, we gaan verder. Gleason 7. Ja, dan wordt het al wat anders. Dat is een cheetah. Cheetahs zijn bang voor mensen. Lopen hard weg. Maar ja, ik zou toch niet naast een cheetah willen lopen, want hij kan harder lopen dan ik. En wie weet grijpt hij me wel. En u ziet dat deze cheetah heeft al 2 uitzaaiingen, 2 metastase, 2 jonkies. Is niet goed. Is niet leuk. Dus bij een 7 begint het vervelend te worden. En als u nu eens kijkt naar nummer 8 tot 10. Ja, deze jongen, die ga je echt als kat uit de weg. Dat is niet leuk. Daar moet je gewoon wat aan doen. Goed. Ik heb het dus over insignificante prostaatkanker. Die 10 mannen met verhoogd PSA, 8 hebben goedaardige prostaatvergroting of ontsteking. En de een heeft een insignificante kanker. En de ander heeft een significant kanker. Maar als ik tegen u zeg, u heeft een insignificante kanker, welk woord onthoudt u? Kanker. En u zegt, ja, zegt de dokter, maar het is insignificant, het is een luie kanker. Ja, zegt u, zeg, hoor eens even, joh, hey, prostie. Je hebt een insignificante kanker daar zitten. En wanneer word jij een keer significant? Zullen wij toch maar eens niet van elkaar scheiden, want ik vind het toch wel eng. En voor u het weet,
Laat u zich opereren. Kom ik zo meteen op. Wat dat betekent als bijwerkingen. Dat heeft bijwerkingen, behoorlijke bijwerkingen, maar u haalt dit ding eruit. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je eigenlijk even goed af bent met een luie kanker, dat poesje, als je afwacht of wanneer je ze laat opereren. Dus het is allebei hetzelfde. Oké, toch een vraag. Als u een insignificante kanker heeft, u zou zich laten opereren of niet? Naar dit college? Ja, ik zie u zuchten. Tot nu toe niet. Want als u het wel laat doen, wat gebeurt er dan? U heeft een grote kans, dat zegt u, dat er weinig plezier meer te beleven is. Impotentie. Weet u, gemiddelde percentage na een operatie? Hangt natuurlijk van de chirurg af. Dat is een hele goede chirurg, dat komt niet voor. En wat minder, dat komt wel voor. Impotentie komt zo gemiddeld in 50% voor na een operatie. En u kunt nog erger incontinent zijn. Incontinent is heel vervelend. Als ik incontinent zou zijn, zou ik geen witte broek dragen, want... Ja, dat was dan wel heel vervelend als ik hier 5 keer een kwartier, dus in dit geval een college van een kwartier moet geven, dan pies ik in mijn broek. Dus 15% kans. Oké. Dat kunnen we dus verhelpen, iets beter zien, de blinddoek afnemen door MRI. Wat is MRI? Met een MRI maken we het binnenste van de mens zichtbaar met magneetvelden en radiogolven. En we maken dan plaatjes. En die plaatjes die bestaan uit anatomie. Kijk altijd bij een rode pijl, daar zit wat, daar zit een grijze vlek. Dat is mogelijkerwijs een kanker. Maar we kunnen ook functionele informatie uit de patiënt halen. En dat ziet er als volgt uit. We kunnen kijken naar de snelheid van de watermoleculen. Hoe snel bewegen watermoleculen zich tussen de cellen? Heeft u weinig cellen, is dat snel. Maar heeft u veel cellen, zoals u rechts ziet, een druk marktplein, probeer daar maar eens over te steken, dat duurt heel lang. Nou, dat kunnen we zichtbaar maken. De snelheid... Als die laag is die zwart, als die hoog is die wit. Dus laag wil zeggen hoge celdichtheid, veel delende cellen, kanker. Ten slotte, ik heb u laten zien in het vorige college dat kanker bloed nodig heeft om te groeien. Dus met contrast zien wij op de plek van de kanker een rode plek. De kanker zuigt al het bloed naar zich toe met alle voedingsstoffen en kan lekker gaan groeien. Met de combinatie van deze beelden kunnen wij de kanker diagnosticeren. Ik wil u nu een patiënt voorstellen... Die heeft in het verleden, het begon ongeveer 8 jaar geleden, 8 keer achter elkaar een aantal naalden van binnen gehad. En hij had een PSA van 8, inmiddels opgelopen tot 28, normaal is 3. Dus dat is een beetje te hoog. En hij vertelde letterlijk, ja, iedere naald deed mij meer pijn, want ja, op een gegeven moment 8 x 12 is 96 naalden. Dat is toch heel wat. En ik moet wat hebben, maar het komt er niet uit. Dan is even de vraag... Wat zou u doen? U denkt na, nog een keer 8 naalden, of misschien 20 naalden, of 30 naalden, u schudt, nee, wat dan? Ja, tja, goed. MRI doen, plaatje MRI. Ik heb een plaatje van deze patiënt. En kijk eens wat je ziet. Ik zal het duidelijk maken, achterkant is wit, en dat rode ding, dat is kanker. De expert, hij kent dat meteen. Aan de voorkant, en de... Naald van de uroloog met echo komt alleen aan de achterkant. Hier ziet u al die naalden. Dus hij komt er gewoon niet. Dan is de vraag, wat zou u dan doen? Ja, met MRI prikken. Met MRI kan je in de patiënt, van achter als hij op zijn buik in het MR-apparaat ligt, kan je hem dit ding naar binnen stoppen. Zo groot als een pen, een vinger. Dat is een hol pijpje, daar kan een naald doorheen. Kan je zo doorheen doen. En dat kan je richten. Nou, als je dan ook nog een mooie houder hebt, die een beetje kan draaien, alle kanten op. Je kan hem naar links en naar rechts draaien. Je kan hem een hoekje laten maken. Je kan hem naar voren en naar achteren laten lopen. Je kan hem van boven naar beneden bewegen. En op deze wijze kan je dat ding precies op de appel richten, waar de rotte plek in zit. Dan pak je je biopsienaald, je spant de naald, als het goed is die al gespannen, even op fire zetten. En wat je dan doet met deze naald, die prik je in de appel en je zegt klik klik. En in de naald zit het stukje weefsel gericht op die rode plek van de MRI.
Op deze wijze heb je maar één of twee naalden nodig. En alleen bij die mannen waarbij je op de MRI wat ziet. Ik maak me dus hard voor het gericht met MRI prikken. En de resultaten van de eerste studie in Brisbane laten zien dat je de insignificante kankers daar met de MRI niet goed ziet. Dat willen we juist. En juist de significante kankers veel beter. Dus heren, in de zeer nabije toekomst bent u even goed af als de dames die naast u zitten. Naast de mammografie zullen wij de mammografie hebben. In een volgend college wil ik graag laten zien hoe we met MRI de kanker tot op de millimeter in lymfeklieren kunnen opsporen. 2 tot 3 jaar eerder dan wat we vroeger konden.